Het was de allereerste dag van augustus en een zaterdag, dus het was tijd om naar Luxemburg te gaan. We gingen naar Vianden, want er scheen een heel mooi en groot kasteel te staan. Het was de bedoeling dat je met een stoeltjeslift helemaal naar boven aan de top van de berg ging om daar vervolgens het kasteel te kunnen zien. Om daadwerkelijk bij het kasteel te komen, moest je eerst nog een stukje afdalen. Het kasteel zelf leeft daar vooral op toeristen, want je ziet er alleen maar kraampjes. Wat er overigens wel heel gezellig uitzag. Toen we het kasteel zelf genoeg hadden gezien, was het nog tijd om even Vianden zelf in te gaan. Ook hier moesten kringloopwinkels van binnen bekeken worden. Later die dag gebeurde er dit. Waar Peter zijn zonnebril niet heeft, gaat Peter niet winnen. En Hanna wel! Yay! 3-1. 3-4. Waarom laat je niet mijn vinger aan? Even met zijn neus. Oh, wat jammer. Dat was zo stom van mij. Hanna, ik ben bang dat je veel talenten hebt, maar pingpong is er niet. Maar we gaan zo meteen ook een bordje basketbal tegen elkaar doen. Oké. Okay. En we gaan tot 20 punten, ja? 16. Laat mij even mijn woede uit, want mijn zonnebril die werkt echt niet. Hey, waarom? Hallo allemaal en welkom bij de tweede episode video van Peter Wint. En deze keer gaan we basketballen. Nee, ik win dit keer. Het is basketbal namelijk, duh. Alsjeblieft. Die wij, chica, boeia! Jesus. Woe, 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 woe! Oeh, de camera! Woe, 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 woe! Wat gaat er allemaal door je heen, Peter? Papa, wat gaat er door jou heen dat Hanna heeft gewonnen? Ik ben diep emotioneel, ik ben echt geraakt. Want het was natuurlijk een overwinning die niemand had verwacht. Oké, doei. Dat werd de derde ronde voor Peter Wint en daar gaan we. Even een reactie tegen. Een raam. Ik ben staat. Hanna heeft de E. Oh, oh Hanna! Oh. De Z! Eén letter. Je mag beginnen, Hanna. Ah. Oh. Hij ligt nog niet stil, Ja, nu ligt hij stil, Hanna. Dat doet me. Spijt. En het is weer een Peter Wint. Verloren. Hey. De stand is 2-1 voor Peter. Jongens, heb ik gewonnen? 13-5.
Waarom zet ik het er überhaupt nog in? Dit was toch al duidelijk.